De wijze van het gebed van de profeet sallallahu alayhi wa sallam. Het is voor de imam of degene die individueel het gebed verrichten aanbevolen om richting een voorwerp te bidden. Het voorwerp waarnaar de imam het gebed verricht volstaat voor degene die achter hem het gebed verrichten. Hij richt zijn blik naar de plaats van de neerknieling en kijkt geen andere richting op. De afstand tussen de voeten in het staan zou gelijk moeten zijn aan de afstand tussen de schouders, niet meer en niet minder. Een persoon dient het buitenste gedeelte van de voeten recht te maken. Zodra een persoon de voorwaarden van het gebed heeft nageleefd, zegt hij Allahu Akbar, terwijl hij zijn handen opheft met zijn vingers tegen elkaar ter hoogte van de oren of de schouders. De handpalmen moeten gericht zijn naar de qibla. Daarna plaatst een persoon de rechterhandpalm op de linkerhand en pols, of grijpt een persoon de linkerhand of pols vast. Daarna is het aangeraden om de openingssmeekbeden te verrichten. Dit geldt uitsluitend voor de eerste gebedseenheid. Het verdient de voorkeur om af te wisselen in de openingssmeekbeden in de verschillende gebeden. Men zoekt toevlucht door te zeggen, A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Men zegt vervolgens, Bismillahir Rahmanir Rahim, Alhamdulillahi Rabbil Alameen, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yawmiddin, Iyyaka na'budu wa Iyyaka nasta'in, Ihdina s-sirata al-mustaqim, صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Men reciteert Surat al-Fatiha op een correcte wijze op volgorde van de letters, woorden en verzen. Daarna is het aanbevolen om naar wens te lezen uit de Koran, zonder opnieuw toevlucht te zoeken. Men heft de handen op net als aan het begin van het gebed en zegt Allahu Akbar en buigt vervolgens neer. Vervolgens grijpt men zijn knieën vast, buigt de benen niet en maakt het hoofd en de rug recht. Het is minimaal verplicht eenmaal te zeggen Subhana Rabbi al-Azim. Het is aanbevolen om andere gedenkingen op te zeggen die overgeleverd zijn. Vervolgens, terwijl een persoon opkomt, maar zich nog niet volledig in de staande houding bevindt, zegt de persoon Sami'a Allahu liman hamidah. Terwijl hij zijn handen opheft ter hoogte van de oren of de schouders, zodra de persoon rechtop staat, zegt hij Rabbana wa lakal hamd. Het is aanbevolen om andere gedenkingen te zeggen die overgeleverd zijn. Vervolgens zegt de persoon Allahu Akbar zonder zijn handen op te heffen en knielt vervolgens neer met 7 plaatsen. Het voorhoofd en neus, handpalmen, knieën en de onderkant van de tenen. Vervolgens zegt men Subhana Rabbi al-A'la. Minimaal 1 keer. Dit is verplicht. Het is aanbevolen om andere gedenkingen toe te voegen die overgeleverd zijn. Ook mag men een willekeurige gewenste smeekbede opzeggen. De voorkeur geniet dat men zich beperkt tot wat overgeleverd is. Vervolgens zegt men Allahu Akbar en gaat men zitten op de linkervoet door deze plat op de grond te plaatsen en het rechtop plaatsen van de rechtervoet wijzend naar de qibla. Dit geldt voor alle zitmomenten in alle gebeden met uitzondering van gebeden bestaande uit 3 of 4 raka'at. Op die momenten zit men op de grond in de laatste tashahhud, door het plaatsen van de linkervoet onder de rechterbeen en het rechtop plaatsen van de rechtervoet. Dit heet het tawarruk. Vervolgens zegt men Allahu Akbar en knielt neer zoals in de eerste positie. Daarna zegt men Allahu Akbar en staat op voor de tweede gebedseenheid die hetzelfde is als de eerste gebedseenheid, behalve dat het geen openingstekbier bevat, nog een openingssmeekbede heeft. Na de tweede sujud gaat men zitten voor de tashahhud. En dat is als volgt. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad, kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, innaka hamidun majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad, kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, innaka hamidun majid. Daarna vormt men een cirkel met de duim en middelvinger en terwijl men de wijsvinger beweegt, verricht men smeekbeden. Als het een gebed van 2 eenheden is, zegt men de smeekbede na de tashahhud, zoekt toevlucht bij 4 zaken. Tegen de bestraffing van het graf, beproevingen van het leven, en de dood, en de dajjal.